Hallo, daar gaat het goed. Mijn naam is Robert. In deze mandolinles gaan we het liedje Laat mij maar alleen van de Nederlandse formatie Het Klein Orkest leren spelen. Voor we beginnen met het lesje wil ik even zeggen dat we een heel uitgebreide website hebben. Robert Rocks the Mandolin. Daar kun je van alles vinden. Akkoordjes, speelschemaatjes, uitgeschreven solootjes, noem het allemaal maar op. Alles om je te helpen met deze videolesjes. Mijn vrouw Cecilia maakt het allemaal netjes aan de printbare pdf'jes. Dus bezoek onze website een keertje, zou ik zeggen. Laten we het liedjes nader bekijken. Even een intro, coupletje, coupletje, refrein, breekje, refrein, coupletje, coupletje, refrein en een eindstukje. En hier is Joost, onze filmster. Zeg het even ook tegen je fans, Joost. Joost heeft fans over heel de wereld. Hij krijgt meer fanmail dan ik. Gaat goed, vent? Gaat goed. Zo, laten we eens beginnen met het introotje te spelen. Ik speel het even voor en dan leg ik uit wat we precies gaan doen. Daar gaat hij. Dat is het intro, dat klinkt wel leuk, hè? Het gaat wel verrek rap, dat liedje, dat moet ik er wel bij zeggen. Nou, hoe gaan we het spelen? We beginnen met de eerste regel, A mineur. En die duurt vier tellen. Dan kunnen we die A mineur lekker vier tellen op en neer recht pompen. Zo, 1, 2, 3, 4. Of we kunnen er een beetje variatie in brengen. Hoe gaan we dat doen? We spelen twee tellen de A mineur. 1, 2. En nou weg met die middelvinger. En dan beginnen we pickswise. Van de bovenste snaar, 1, 2, 3, en dan zetten we de ringvinger terug op zijn plaats, op deze manier. Dus we krijgen van begin af aan, 1, 2, op deze manier. En dan krijgen we het G-akkoord en dan spelen we wel vier tellen. 1, 2, 3. Dus de eerste regel nog eventjes vanaf het begin, dan gaat die. We beginnen met de A mineur. Tweede regeltje van de intro, precies hetzelfde. A mineur. En dan G. 1, 2, 3, 4. Derde regeltje van de intro, A mineur alweer. 1, 2. G akkoord. 2, 3, 4. En dan krijgen we het D-akkoord en dan spelen we 4 plus 1 tel. 1. En dan krijgen we een riff. Zo, de ringvinger op de vijfde positie van de A-snaar. De middelvinger op de derde positie van de A-snaar. De wijsvinger op de tweede positie van de A-snaar. Open A-snaar. De ringvinger op de vijfde positie van de D-snaar. Middelvinger op de vierde positie van de D-snaar. Wijsvinger op de tweede positie van de D-snaar. Op deze manier. Zo, regeltje 3 nog een keer van het intro. We beginnen met de A mineur. Daar gaat hij. Regeltje 4 van het intro. A mineur en G, op dezelfde manier als waar we het net deden. Regeltje 5 van het intro, A mineur en G, op dezelfde manier, daar gaat hij weer. Regeltje 6, dan spelen we op dezelfde manier als de derde regel. A mineur, daar gaat hij. G akkoord, 1, 2, 3, 4. D akkoord, 4 plus 1 tel, 1, 2, 3, 4, 1. De riff weer. Dat is het intro. We beginnen met het eerste coupletje. Speel het uit en dan leg ik uit hoe dat weer in elkaar zit. Dan gaat hij. Dat is het eerste coupletje. Hoe gaan we dat spelen? A mineur, dan gaat hij weer. En dan G akkoord. 1, 2, 3, 4. Tweede regeltje van het eerste couplet. Dezelfde manier. A mineur en G, dan gaat hij.
Derde regeltje. A mineur en G. Komt hij weer. Regeltje 4 van het eerste couplet. D akkoord. 4 plus 1 tel. Daar komt hij. En dan krijgen we de riff weer. A5. A3. A2. A0. D5. D4. D2. Dat is het eerste coupletje. We beginnen met het tweede couplet. Speel het uit en dan leg ik uit hoe dat die in elkaar steekt. Daar gaat hij. Dat is het tweede coupletje. Hoe gaan we dat spelen? Regeltje 1. Hetzelfde als op alle andere manieren. A mineur en G akkoord. Daar gaat hij. Regeltje 2, dezelfde manier, A mineur en G. Regeltje 3 van het tweede couplet, dezelfde manier, A mineur en G. Daar gaat hij weer. Regeltje 4, dat is een verschilletje in. D akkoord, en dat is 4 tellen deze keer. 1, 2, 3, 4. En dan krijgen we een riff, en dat is weer een ander riffje. Dat is een oploopriff naar het refrein toe. Dat is de wijsvinger op D2. De ringvinger op D5, de middelvinger op A3 en de wijsvinger op A2. Zo, regeltje 4 van de tweede couplet nog een keer. Daar komt ie. Dat is het tweede coupletje. We wandelen het refrein binnen. Speel het uit en dan leg ik uit hoe dat hier in elkaar zit. Dan gaat ie. Dat is het refrein. We gaan spelen. Eerste regeltje. E akkoord. 4 tellen. 1, 2, 3, 4. D akkoord. 4 tellen. 1, 2, 3, 4. E akkoord. 2 tellen. 1, 2. Regeltje 2 van het refrein. Vervolg het E akkoord. 2 tellen. 1, 2. D akkoord. 4 tellen. 1, 2, 3, 4. Regeltje 3 van het refrein. E akkoord. 4 tellen. 1, 2, 3, 4. D akkoord 4 tellen, 1, 2, 3, 4. E akkoord 4 tellen, 1, 2, 3, 4. D akkoord 2 tellen, 1, 2. Regeltje 4 van het refrein, vervolg het D akkoord 2 tellen, 1, 2. E akkoord 4 tellen, 1, 2, 3, 4. D akkoord 2 tellen, 1, 2. Regeltje 5 van het refrein, vervolg het D akkoord 2 tellen, 1, 2. Regeltje, of E akkoord 4 tellen, 1, 2, 3, 4. D akkoord, 2 tellen, 1, 2. Regeltje 6 van het refrein, vervolgen D akkoord, 2 tellen, 1, 2. En dan krijgen we het A akkoord, en dan spelen we op deze manier. 1, 2, 3, 4. Dus twee losse stootjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Een keer regeltje 6 van het refrein, komt het uit vanuit het D-akkoord 2 tellen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is het refrein. We rollen het breekje binnen. Speel het uit en dan leg ik uit hoe dat die precies in elkaar zit. Daar gaat hij weer. Dat is het breekje. We gaan dat spelen. Eerste lijntje, eerste regeltje. A mineur G, daar gaat hij. Tweede regeltje, dezelfde manier. A mineur en G, daar gaat hij. Derde regeltje, A mineur G, D en het riffje, daar komt hij.
toetje 4 van de break, A mineur en G, komt die. Regeltje 5 van de break, A mineur en G. Regeltje 6 van de break, een verschilletje erin. A mineur en G is hetzelfde, daar komt die. En dan krijgen we het D-akkoord, 4 tellen. En nou een B7 akkoord. 4 tellen. En dan spelen we op deze manier. Allemaal down, neerslagjes. Op deze manier. Dat is de opstap naar het refreintje weer. Dus nog één keer het laatste regeltje van de break. Daar komt hij vanuit de A mineur. Dat is een break. We rollen het refreintje weer binnen. En dat refrein is precies hetzelfde als het refreintje wat we eerder speelden. Daar gaat hij. Dat is het refrein. We komen bij coupletje nummer 3. En dat spelen we precies hetzelfde als het eerste couplet. Zo, daar gaat hij. Dat is het derde coupletje. We rollen het vierde couplet binnen en dan spelen we op dezelfde manier als het tweede couplet. Met een andere riff, die opstap riff naar het refrein toe. Zo, dan komt die aan. Het vierde coupletje. We beginnen met A mineur. Dat is het vierde coupletje. We zijn weer bij het refrein aangekomen. Verschilletje in, de eerste 5 regels zijn hetzelfde. De voorgaande refreintjes, de laatste 2 regels zijn anders. Zo, we spelen het en ik leg uit hoe het zit. Daar gaat hij. Eerste 5 regeltjes, zelfs van de voorgaande refreintjes. Het regeltje 6, komen we vanuit het D-akkoord, 2 tellen. 1, 2, en dan doen we alleen een neerslag op het E-akkoord. En dan krijgen we verder een rust van een aantal tellen. Regeltje 7, daar zit ook geen akkoord in. En dan komen we het eindpart binnen. Dus we krijgen het even. En dan krijgen we het eindstuk van het liedje. Ik speel het even uit en dan leg ik uit hoe dat in elkaar zit. Daar gaat-ie. Dat is het eindstuk. De eerste 5 regels zijn hetzelfde als van dat intro en van de eerste versjes. Dus het eerste regeltje, A mineur G, daar gaat hij. Regeltje 2 van het eindstuk, A mineur G. Regeltje 3 van het eindstuk, A mineur G, D en het riffje. Regeltje 4, A mineur G. Regeltje 5, A mineur G. Regeltje 6,
A mineur, G en D, daar gaat hij. En dan gaan we die riff spelen en terwijl we die laatste riff spelen, gaan we vertragen, afremmen naar het einde toe. En dan krijgen we A mineur, 1 neerslag, G akkoord, 1 neerslag. En dan A mineur, weer een neerslag. En laat die lekker uitrammelen. Dus het allerlaatste regeltje van het eindstuk nog een keer. We beginnen met A mineur, dan gaat die. Dat is het hele liedje van Laat mij maar alleen van het klein orkest een beetje uitgerafeld zo. Hartstikke leuk liedje om te spelen. Het gaat wel vrek rap. En ja, dat riffje is een beetje vervelend spelen, maar een beetje beheerst. Het is hartstikke leuk om te doen. Het brengt wel wat variatie in de manier van spelen. Ik hoop dat je het lesje leuk vond. Ik in ieder geval wel. En ik hoop jullie de volgende keer allemaal weer te zien. Wees voorzichtig allemaal. Tot kijk. Bezoek onze website, Robert Rocks en Madeline. Houdoe. Tot ziens.